is vertrokken hier naar New York. En daar werd hij in zijn soldatenpak met dat rood vlasje. En hij ging wandelen. En daar woonden aan de haven heel veel Vlaamse burgers. En op een keer komt daar een dame binnen met haar dochter. Die een hoedenwinkel had, die moeder. En die dochter hielp haar moeder. En zij zien elkaar en ze zijn verliefd. Alle twee. En ik denk, als ik niet iets vraag nu en ik moet morgen terug weg, dan zien wij elkaar nooit meer terug. En hij vroeg aan de moeder of dat ze mochten trouwen. Ze hadden elkaar een minuut, 2 minuten gezien. En die moeder zei ja. En toen zijn ze een dag nadien zijn ze naar de burgerlijke stand gegaan. Hè. En dan ja, 9 maanden later was ik er ook bij. Mijn grootmoeder die had nog kinderen en die waren in een pensionaat. En er was in dat pensionaat een Italiaan. Mijn grootmoeder die kwam dus naar mijn moeder en vader zeggen dat ze ging trouwen met die man. En die vonden dat vreselijk dat ze dat ging doen. Ze vertrouwde die man niet. En dat was ook niet te vertrouwen. Mijn grootmoeder was bang. En ze zei, ik ga bij mijn dochter slapen. En die een Hongaar of Italiaan, die stond buiten te wachten, is naar binnen gelopen, naar boven gegaan en zag die twee dames in dat bed liggen en heeft alle twee doodgeschoten. Achter mijn bedje, aan de muur, waren kogelgaten. Hij heeft mij niet getroffen. En dan heeft hem toch nog tante Tilly kunnen treffen in haar hals. En die viel neer. En dan was ze in Antwerpen geraakt en daar was ze gaan wandelen. Heel droevig. En ik kwam in het Schipperskwartier. Café Liberty. En hij zat aan tafel zo droevig. Schreien nabij en die madame kwam bij hem zitten. Ze zei, wat is er? En hij vertelde heel het verhaal. En dan mij, dat kind. Waar moet ik met dat kind blijven? En die zei, wacht, wat zegt ze? Ik ken niemand. Achter de hoek in de Oude Manstraat. En die heeft dat verteld en die heeft me gezegd, breng dat kindje maar naar hier. En ik heb precies het gevoel nog altijd dat ze mij oppakken en met mij naar die café gaan, naar boven gaan, naar de slaapkamer, in een schoon bedje gelegd, proper, schoon. En daar ben ik dan groot geworden. Als ik ging trouwen, was er iemand, die heette Leentje, ze zei, Rosie, ik moet u iets vertellen. Ik zeg, Leentje, ik weet wat je gaat vertellen. Oeh, wat? Zeg, dat mijn moeder niet is. Hoe weet je dat? Zeg, en dat Jacques van Gich mijn vader niet is. Hoe weet je dat? Ik zeg, dat weet ik al vandaag nog naar school ging. De kinderen zeiden dat allemaal tegen mij, dat is dat vader niet, dat is dat moeder niet, maar ik heb dat nooit niet durven vragen. En dan de allereerste keer dat ik naar Amerika ben gegaan, was met een schip. Hè. En dan zijn we naar zijn huis gegaan. Ik had 2 zusters, 2 halve zusters, Jackie en Louise. En als ik binnenging, kreeg ik van iedereen een enveloppetje. En van in al die enveloppetjes staken dollars. En als die allemaal weg waren, dan met mijn vader en zijn vrouw dan op het bed gaan zitten en al die enveloppetjes aan het open doen. Ik weet niet hoeveel dollars ik kreeg. Little baby, don't you cry. One of these days, you're gonna fly higher. Then you spread your wings and you take the sky. Until that morning, there's a nothing can harm you.
for Daddy and Mammy standing by.